Akwasi, Beeldenstorm, Johan Derksen, Zwarte Piet. Nog meer Beeldenstorm, Black Lives Matter. Ja, dat zijn wel een beetje de onderwerpen voor vandaag. Team Akwasi of Team Johan? Toch maar wel Team Johan. Toch wel? Ja, ja, ja. Ging die door het stof gisteren? Of? Nou, nee, hij hield zich redelijk staande, maar werd natuurlijk helemaal geslacht door zijn buddy of zijn voormalige buddy, dat weet ik niet, meneer Gené. En het is natuurlijk te gek wat er gebeurt. We gaan nu op de Nederlandse televisie. Als je dit een jaar geleden had voorspeld of drie weken geleden, dan had niemand je geloofd. Gaan we dus een uur lang praten over of een grap leuk was of niet. En dan allemaal mensen die daar meningen over hebben gaan uitleggen dat een grap niet leuk was. Of een beetje leuk, of dat de intentie leuk was. We zijn natuurlijk helemaal knettergek geworden. Ik vind dat we sowieso veel te ver doorslaan over grappen en uitspraken, et cetera. Kom op, hé, laten we het over het grote verhaal hebben. Wat is er aan de hand in Nederland? Nou, wat is er aan de hand? Nou, dan kun je het best hebben over discriminatie en achterstelling en zo. Ik bedoel, het is niet voor niks dat er al wekenlang demonstraties zijn. Er is dus wel iets aan de hand. Maar steeds compleet doorslaan over één of twee opmerkingen van iemand, dat snap ik niet helemaal. Deze meneer, die roept ook op tot geweld, hè? We will fuck you up, of zo zegt hij ook. Dus dat is breder bedoeld. Maar we gaan ook Zwarte Piet in het gezicht schoppen. Dat is gewoon een oproep tot geweld. En dat moeten we helemaal niet hebben. Dus dat is erg genoeg waar we nu in Nederland naartoe gaan. Dat bepaalde meningen worden verdonkere maand. Dat die dus stil moeten blijven. Maar wat dus blijkbaar ook geaccepteerd is nu. Is dat de oproepen tot geweld, dat we dat gaan accepteren. Ja, Nederland wordt echt een heel eng land nu. Hè? Het feit dat je zegt dat je iemand in zijn gezicht trapt of moet trappen. Dat vind ik al fout. En Johan heeft de mogelijkheid om te roepen wat hij wil roepen. En dan kan hij inderdaad ook tegenwicht krijgen. Maar dat is ook de vrijheid van meningsuiting. Maar ik zelf zou zo'n grap zelf nooit maken. Want ik vind het nogal wat, als we een discussie hebben over Zwarte Piet, dat je dan vervolgens wel iemand die een zwarte huidskleur gaat vergelijken met Zwarte Piet. Ik denk dat Johan Derksen heel veel onrecht is aangedaan. Het was een grap waar volgens mij nul verkeerde intenties achter zitten. En hoe de politiek correcte goedgemeente van adverteerders tot en met het Nederlands elftal daarop reageert alsof de heer Derksen een halve moord heeft gepleegd, vind ik buiten proportioneel. Het is goed dat er een keer een tegengeluid komt. En als je nogmaals geen grappen meer mag maken, dan houdt het wel op. Het is natuurlijk totaal verkeerd wat er gebeurt. Want de vrijheid van spreken wordt aangepakt. Hè? Dat is natuurlijk geen stijl ook gebeurd. Toen ging die mevrouw adverteerders bellen bij jullie. Het doel is natuurlijk om zo'n uitingsvorm, in dit geval een televisieprogramma, kapot te maken. En dat moet je toch niet doen, vind ik. Het werd tijd dat een maatschappelijke discussie ontstond over de constant racistische en baggeruitspraken die gedaan werden bij Veronica Insight. Ja, en wat is er dan zo racistisch aan? Ja, het is niet de eerste keer, het is niet de tweede keer. Op het moment dat je... Maar geef eens een concreet voorbeeld. Op het moment dat je een zwart persoon ziet rondlopen en dan gaat zeggen, nou, als dat Akwasi niet is, dan vind ik dat niet passend. Nou, dat is een slechte grap. Mag gezegd worden. Je mag van mij alles zeggen, maar dan mag je ook de bal terugverwachten. Ik zag vanmorgen een filmpje van Ali B. Ik weet niet of u het ook heeft gezien. Die een zaal toesprak en zei, ik wist niet dat er hier zoveel negers waren, want dan had ik mijn schoen wel gezet. En de hele zaal lag in een deuk. Ook heel veel mensen van een donkere kleur. Gewoon een grap. Dus als Ali B. het zegt, kan het wel. En vindt men het ook leuk. En als meneer Derksen wat zegt, dan in één keer niet meer. Dus ik vind het een beetje overdreven politiek correcte reacties van de goedgemeente. Weet je wat ik merk is dat vooral Nederlanders de behoefte hebben van wat nou het verhaal is over tegen discriminatie opkomen en tegen racisme opkomen. En waar ik echt voor wil waken is dat die discussie door de flank ook wordt gekaapt. Want dat is wel wat er gebeurt. Ik bedoel, beelden die beklad worden, mensen die bepaalde dingen roepen omdat ze het gevoel hebben dat ze erkend willen worden in de samenleving. Mensen die overgevoelig zijn voor eventueel grapjes of andere zaken. Of mensen die het gewoon onder de pijt vegen die zeggen van nou, dat is niks hier aan de hand. Het echte verhaal is, Nederland is een gaaf land, maar het is verre van perfect. En daar hebben we nog heel wat voor te doen. We hebben binnenkort een debat in de Tweede Kamer. En dan ga ik in ieder geval als woordvoerder mee aan de bak. Om ook het verhaal van ons te vertellen. Van joh, mooi land, er moet nog veel gebeuren. Maar laten we nou niet doen alsof dit de Verenigde Staten van Amerika is. Toen de heer Akwasi zei dat hij als die Zwarte Piet tegen zou komen eind van het jaar, dat hij hem in zijn gezicht zou trappen. Dat is een aankondiging van geweld. Dat is ook keihard strafbaar. Ja, ik dacht dat er in heel Nederland voorgedrukte aangifteformulieren klaar zouden staan. Al die beelden naar beneden trekken, hoe denkt u daarover? Welke de beelden, de standbeelden bedoelt u? Ja, de standbeelden, ja, die beeldenstoren. Daarover hebben we gezegd dat er een onafhankelijke commissie in het leven moet worden geroepen. Die gaat beoordelen welke standbeelden in deze tijd wel kunnen en welke niet. Black Lives Matter in Amerika gaat nu ook beelden van Jezus aanvallen, want dat is ook allemaal niet goed. Dus ze hebben de presidenten gehad, de ontdekkingsreizigers, de schrijvers en nu gaan ze Jezus aanpakken. Het wordt echt steeds erger. Ja, Jezus is een Jood, toch?
hij is ook nog Jood. Ja, maar zij vinden dat Jezus zwart moet zijn. Dus als er een witte Jezus is, dan moet hij vernietigd worden. Oh, dat klinkt ook niet heel... Hij komt nog wel een keer terug, geloof ik. Hij komt zeker terug, ja, dat kan ik je melden. Hoe achterlijk moet je zijn jezelf helden van nooit te noemen, terwijl het helden op sokken zijn? Die midden in de nacht met een potje verf op een gegeven moment zo'n beeld gaan bekladden en dan anoniem gaan posten online. Ja, weet je, als je een beetje ballen hebt, begin dan een onderdeel te worden van het maatschappelijk debat. Ga dat gesprek dan aan en laten we kijken waar we elkaar kunnen vinden. In plaats van constant te kijken waar we elkaar kunnen bestrijden. Maar als we hieraan gaan beginnen, dan blijft er geen standbeeld meer van over. Weet je wel, Gandhi hebben we. We hebben Atatürk in Amsterdam. We hebben Mandela. Willem Drees hebben we ook nog standbeelden van. Die leiden een koloniale oorlog. Ik ben benieuwd. Ja, als we daar gaan beginnen, dan houden we echt geen beeld meer over.